Kom, we wandelen samen naar de geit. Ah, Mieke is aan het eten. Mieke, zijn vinger niet afbijt, nee. Ah, de andere geitje staat op de helling. Ah, schapen. Jawel, je zit er daar zo goed. Kom hier, ja, snoezige konijn. Pieter heeft het konijn vast. Durf jij het ook te aaien? Maar ja. Het is zo dat wij een therapievorm ontwikkeld hebben met gebruik van virtual reality, waarbij dat de therapeuten zelf VR-beelden maken die afgestemd zijn op de noden, de wensen van de cliënten. Dus de VR-therapie die wij ontwikkeld hebben, kan toegepast worden in 4 situaties voorlopig. Wat wij tot nu toe uitgewerkt hebben, is relaxatie. Dus de persoon gaat op een bepaald moment ook de VR-bril kunnen opzetten, zodat hij echt wel in een situatie komt waarin dat hij zich volledig kan ontspannen. Je kan VR-beelden ook gaan gebruiken als afleiding. Daarbij is het zo dat als een persoon in een stressvolle situatie zit, dat je de VR-bril kan gebruiken als afleiding. De VR-therapie hebben we ook toegepast op reminiscentie. Je kan het gaan gebruiken in groep. Op die manier merk je dat er heel veel communicatie en interactie is. En je kan het ook toepassen bij exposure, als mensen een specifieke fobie hebben. Het voordeel is dat je echt cliëntgericht kan gaan werken. Je kan echt verschillende verhalen gaan maken of verschillende beelden gaan nemen en die aanpassen op maat van de cliënt. En dat is echt iets dat wij heel belangrijk vinden. Het is zo dat we eerst en vooral een open aanbod hebben, waar dat iedereen kan op aansluiten. Daarnaast hebben we ook echt een aanbod op maat van organisaties. Op die manier kunnen we de organisaties echt wel gaan ondersteunen om de implementatie van VR-therapie in de praktijk te gaan doen. Alles is veel gebruiksvriendelijker geworden, wat dat ook betekent dat mits een kleine opleiding of door een beetje zelfstudie te doen, kan je eigenlijk zelf makkelijk 360 graden foto's en video's maken. Eigenlijk is dat niet veel moeilijker dan een foto maken met je gsm. Vooral de reactie van die cliënten, dat geeft ons energie als ze zien wat dat teweeg brengt in de praktijk. Ze beginnen te lachen, ze vragen ook echt onmiddellijk om opnieuw die sessie te kunnen doen. We merken dat ze daar heel positief op reageren en dat geeft ons ook energie om daarmee verder te gaan. En om in de toekomst ook te gaan verder kijken wat er nog meer mogelijk is met virtual reality. Alles goed gelopen, Julia? Ja. Oh, hij maakt ons nat. Pieter, ik moet ben niet nat maken, ik moet die platte nat maken.